Je hebt gesolliciteerd en nu ben je uitgenodigd om deel te nemen aan een selectiedag. Werken voor de dienst justitiële inrichtingen betekent een mooie baan waarbij je kunt bijdragen aan een veilige maatschappij. Het betekent ook dat je moet voldoen aan bepaalde eisen. Bij binnenkomst word je welkom geheten en word je ingedeeld in een groepje om langs te gaan bij de verschillende onderdelen. En wat we op een selectiedag doen is een speeddate. Dat is een kort gesprek met leidinggevenden. We doen een controle op de capaciteitentest die de mensen thuis hebben gemaakt. We doen de fysieke vaardigheidstest, of de sporttest is dat ook wel. En er is een gesprek met een selectiepsycholoog. We werken met een stoplichtmethode. Groen, dan gaat het goed, gaat de kandidaat door. Bij oranje is er een twijfel en bij rood nemen we helaas afscheid van elkaar. Op de dag is een van de onderdelen de speeddate, waarin je een kort gesprek voert met medewerkers die al werken in de inrichting. De medewerkers, vaak ook een leidinggevende, beoordelen of jij past bij DJI en geven je na het gesprek direct een terugkoppeling. Natuurlijk is dit gesprek voor jou het moment om vragen te stellen en te ontdekken hoe het precies is om te werken in een gesloten setting. Nou, het leuke van de speeddates is dat het nog wel het meeste lijkt op een normale sollicitatie, anders dan de andere onderdelen. En op die manier moet je er eigenlijk ook ingaan. Het enige waar je rekening moet houden is de tijd natuurlijk. Hè. Waar je een normale sollicitatie misschien wel een half uur of een uur hebt, is dit 10 minuten en een kwartier. Dus als kandidaat zou ik vooral inderdaad goed voorbereiden op normale selectievragen. We willen graag weten of je fit bent. Dus testen we dit met een FVT, de fysieke vaardigheidstoets. Deze test dien je binnen een bepaalde tijd te halen. Die tijd hangt onder andere af van je leeftijd. Moet je voorstellen dat in de praktijk er een calamiteit is en je toch naar de calamiteit moet rennen. Dat je hindernissen tegenkomt, zoals deuren, trappen, dat soort zaken meer. En op locatie moet je ook nog kunnen inzetten. Dus vandaar dat deze test eigenlijk zo ontwikkeld is. Nou, een tip is een hele simpele tip is te kijken op de site van DJI. Daar staat deze test ook helemaal uitgelegd in beeld en geluid. Maar ook ga testen voor jezelf. Ga trainen voor jezelf, zodat je deze test ook heel makkelijk kunt uitlopen. Want hij ziet er heel simpel uit. Maar in de praktijk is hij echt wel een stuk zwaarder. Tijdens de dag spreek je ook met een selectiepsycholoog en we gaan in op je competenties. Leidraad voor het gesprek zijn de vragenlijsten die je hebt ingevuld. De psycholoog wilt uitzoeken of je dit werk aan kunt en hoe gemotiveerd je bent voor de baan. Nou, we hechten veel waarde aan het gesprek met de psycholoog. En dat is omdat we daarin een goede inschatting proberen te maken van in hoeverre jij als kandidaat past bij de functie die wij hebben. Dat betekent dat namelijk een goede match zorgt voor een veilige situatie, maar ook voor veel werkplezier en dat je op je plek zit. En daar is het gesprek voor bedoeld. Voor mensen die komen solliciteren is het belangrijk dat ze bij zichzelf hebben nagedacht, waarom wil ik eigenlijk deze baan? Waar ben ik goed in? Waarom denk ik eigenlijk dat ik dit kan en ook leuk vind? Maar misschien zijn er ook wel punten waarvan je zelf al denkt van, nou, misschien past het wat minder of zijn er dingen die je kan ontwikkelen. Dus daar mag je op voorbereiden en verder vooral jezelf zijn. Bij vragen naar dingen die je eerder hebt meegemaakt, dat betekent dat je dus gewoon uit je ervaring kunt putten. Het vierde onderdeel is de controle van de capaciteitentest. Deze test is kort en sluit aan bij de vragen die je thuis hebt ingevuld. Nou, het is belangrijk dat we deze test doen, omdat de kandidaat hebben dus die test thuis zelf gemaakt. En we willen echt zeker weten dat ze hem ook echt zelf gemaakt hebben. Nou, om een voorbeeld te geven, de rekensommetjes. Bijvoorbeeld als kandidaten in een inrichting gaan werken en gedetineerden die gaan de afdelingen verlaten. Bijvoorbeeld 6 man gaan naar de bezoek toe en 4 naar de arbeid. Dat jij wel weet hoeveel mensen er weg zijn. Nou, de analogieën testen we gewoon om te kijken of mensen wel de protocollen snappen die geschreven zijn voor een inrichting. Dus eigenlijk begrijpend lezen. En de figuurreeksen doen we eigenlijk als je bijvoorbeeld een celcontrole doet. Daar staat zijn water koken, daar staat je televisie, daar staat je bed. En een uur later kom je binnen en je ziet veranderingen in. Dus het ruimtelijk inzicht dat je een beetje ziet van, hey, wat er veranderd is in een cel. Het klinkt heel simpel, maar het is wel van belang. Nou, een tip voor de mensen die ik kan geven is, lees heel goed je uitnodigingsmail die je binnenkrijgt. Vooral voor dit onderdeel, want daar zit een oefenlink in. Dus leem goed je mail door. Dan is dit onderdeel een eitje op een selectiedag. Op de dag ontmoet je de collega's van DJI en kun je al je vragen stellen. Voor nu wens ik je veel succes met de voorbereidingen en zie ik je graag op de selectiedag.